Distriktscommissaris Erik Groude is vanmorgen officieel geïnstalleerd als burgervader van het bestuursresort Paramaribo Zuidwest. De bijbehorende versierselen zijn hem opgespeld door de deken van de DC's, Margaretha Malonti, en RO-directeur Wilco Finisi. Groude is eerder deze maand beëdigd door president Desi Bouterse. Hij heeft gedurende een week stage gelopen bij Remy Polak, van wie hij het roer overneemt. In zijn eerste officiële toespraak riep hij het personeel op zich te blijven inzetten voor de gemeenschap. De nieuwe DC blikte ook terug op belangrijke momenten die hij heeft meegemaakt in zijn carrière als bestuursambtenaar. Groude weet nu al welke problemen hij meteen zal aanpakken in de eerste maanden. Bij hem geniet een schoolmilieu de meeste prioriteit. En het belangrijkste is milieu. Ik stoor me mateloos wanneer ik zie dat mensen zaken uit auto's gooien. Maar ook al zie je de mensen niet. Je rijdt in de straat en je ziet een heleboel zware vuil. Dan vraag ik me af, en soms waar mensen wonen, dan vraag ik me toch af van, migado. Deze mensen wonen hier, ook al is dat vuil niet van jou afkomstig. In een mankering, in een poering. Die mensen, bepaalde buurten, ruim dat ding op. Omdat morgen komt er een ziekte en dan ben jij erin. Misschien de persoon die het gegooid heeft, komt helemaal in de kerry of albina of weet ik veel waar. Voor hem is de kous af. Hij heeft zijn auto schoongemaakt. Dus die mindshift moet ook komen naar de bevolking. Hou je omgeving schoon, maar ook naar de mensen, nog vriends aan de straat. Groude ligt niet wakker van critici die beweren dat hij is aangesteld om onder meer dubieuze handelingen te plegen bij de komende verkiezingen. Hij benadrukt dat hij daar niet voor te vinden is. Ik ben geen politieke man. Ik doe niet aan politiek. Ik ben aangesteld als discommissaris. En in mijn werkgebied is er een bevolking. En die bevolking die komt uit alle partijen. Alle partijen. En ik ben gehouden te werken voor ieder. Maakt niet uit welke partij, ik moet werken. Als men stelt dat, zoals u zegt, bedenkingen, dan moet men gaan naar de mensen die mij hebben aangesteld. Ik heb richtlijnen waarbinnen ik mijn werk moet doen. Als discommissaris heb ik bevoegdheden. En dat zal mijn leidraad zijn. Politiek komt niet voor in mijn werk. Tot zover districtscommissaris Erik Groude. Hij is vandaag geïnstalleerd als burgervader van het bestuursresort Paramaribo Zuidwest.